Hallo iedereen en welkom bij een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Vandaag heb ik voor jullie de baby room tour. Hij is eindelijk af. Allee, eindelijk. Ik ben vandaag 34 weken. Dus ik ben wel blij dat hem af is, want dat is iets waar dat ik nu niet meer aan moet denken. En ik ben echt super blij met hoe hem eruit ziet. Ik ga jullie eerst een overview geven met een beetje muziek onder, zodat jullie het kamertje kunnen zien. En daarna ga ik jullie in detail laten zien wat er allemaal is en van waar het komt. Dus als jullie geen interesse hebben in waar de spulletjes vandaan komen, dan kunnen jullie het eerste deel bekijken. En anders kunnen jullie gewoon heel de video kijken. Oké, dat was zijn kamertje. Ik ben er echt super blij mee. Niels heeft echt super goed geholpen. Allee, geholpen. Alle kasten, het bedje, de dingetjes allemaal opgehangen. Echt super blij mee. Ik vind het echt heel gezellig. Ik zie me hier al zitten en hem een boekje vertellen later en zo. Ik weet dat hem in het begin natuurlijk de kamer nog niet veel gaat gebruiken. Tenzij we hierboven zijn pampertje verschonen, dan doen we dat hier. Maar voor de rest zullen we hier niet zoveel komen. Misschien als hem zo een paar maandjes is, dat we hier wel eens een boekje komen lezen of zo. Maar ik vind alleszins wel super gezellig. En ik vind wel zelf dat ik geslaagd ben in mijn jungle thema. Ik ben heel blij. Ik ga jullie nu laten zien waar de meeste spulletjes van zijn. Dus als jullie iets op het oog hadden, dan ja, kijk zeker zeer aandachtig. Ik ga beginnen met de grote meubelstukken. De commode slash verzorgingstafel is van Meubis. Wij hebben de VPEC kamer in het model Erik, noemt het. Dan hebben we hier de stoel van Casa met Milky eronder. Milky is niet verkrijgbaar, maar de stoel is van Casa wel al lang geleden. Allee, lang, toch een jaar denk ik. Dus ik denk niet dat die nog verkrijgbaar is. Maar ik weet dat Gamma die ook had en dat er nog wel een paar plaatsen waren die hadden. Dan is de poef van Maison du Monde. Ja, Maison du Monde. Het matje is van Lollipop Rebels. De twee boekenplankjes zijn eigenlijk van de IKEA.
Maar ik vond er geen meer. Als jullie mijn vlogs volgende week gaan zien, dan gaan jullie dat zien. Ik vond geen meer. Die waren overal uitverkocht. En een van mijn super lieve volgers, echt super leuk, had mij gestuurd dat ze er nog twee had en die niet gebruikte. Dus die ben ik bij haar gaan kopen. Heel lief, echt super dankbaar voor, want ik wou die echt super graag. Dan aan deze kant de grote stukken. Het bedje is van Lollipop Rebels. De mat is van Quantum. Mand is ook Lollipop Rebels, als ik me niet vergis. Oh, als ik iets fout heb, sorry, maar normaal gezien niet. Dan de plant is van de Floralux. Daar in de hoek hebben we onze vluchtkoffers staan, voor als het zo ver is. En dan hebben we de grote kast, is hetzelfde van Meubus, ook van de kamer Erik van VPEC. We hebben niet dat bedje opgezet. We hebben daar ook een bedje van. Dat gaan we naar mijn schoonouders doen. Maar we houden dit bedje omdat je van dit bedje ook later een peuter- en kleuterbedje kunt maken. Dan de details. Deze beer is van Blabloem in Genk. Deze houdt tutjes, dus hier zitten allemaal tutjes in. Dan hebben we het verzorgingskussen en de hoes van de Hema. Super cheap. Hierin heb ik zo al een paar spulletjes gezet, zoals droge doekjes, natte doekjes. En nu zitten er twee pampertjes in die ik eens gratis had gekregen. Maar ik heb pampertjes besteld bij Rascal & Friends, dus die komen binnen normaal deze week. Ik denk ook dat ik nog een klein tuupje Bepanthen heb, of Bepanthol, voor de billetjes. Dus dat heb ik hierin staan. En dan gaan we in de kast kijken. Ik moet zeggen dat ik nog niet heel goed weet hoe ik wil ordenen en zo. Dus dat ga ik nog even allemaal eens moeten bekijken. Ik heb het voorlopig gezet hoe dat ik denk dat het oké is. Misschien ga ik deze wel hier zetten, aangezien hier niet veel staat. Ik heb tetradoeken. Ik wil hier ook nog mooie stickertjes op waar dat op staat. Maar voorlopig heb ik het zo gedaan. Dan heb ik handdoekjes en washandjes. Dat zal voor het badje zijn. Het badje staat in de badkamer, maar dat is hier gewoon naast. Dan hier heb ik nog twee random bakjes van achter zitten. Tuttekoorden in. Dat ga ik niet laten zien, want zijn naam staat erop. En hier, dit is voor borstvoeding, een cape. En dit is om zijn lampje, zijn nachtlampje op te laden. Dan heb ik hier een verzorgingskussen, een hoeslaken. En dit is een extra hoes voor het verzorgingskussen. Ah, en ik zeg trouwens verzorgingskussen, maar ik bedoel borstvoedingskussen. Dus dat zit er in deze kast. Maar zoals ik al zei, dat moet ik nog een beetje zien. Het gaat er ook van afhangen natuurlijk. Hoe handig wat is. En dan denk ik wel dat dat beter wordt. En ik dat beter ga uitzoeken. Dan zijn we hier. Dit dekentje is van de IKEA. Is een gewoon standaard dekentje van IKEA. Dit is een babydekentje van de gele flamingo. Kussen heb ik al heel lang. Ik denk van de Action. En dit kussen is ook van Lollipop Rebels. Denk ik, of Deco Moda. Een van de twee. Ik denk van Lollipop Rebels. Komt het tijgerkussen. Dan in de IKEA rekjes heb ik boekjes. Deze twee heb ik in Maastricht gehaald bij Confetti's. Dit is een oud boekje van mezelf. Rupsje nooit genoeg. Dan heb ik twee boekjes van een volgster gekregen van Eline. Dankjewel, super lief. Dus die heb ik er allemaal bij staan. En dan ja, kunnen we hier wel eens een verhaaltje voorlezen. Dit is een knuffeltje wat ooit nog van mij geweest is. Ik heb er lang mee geslapen en mijn mama zei dat past mooi. En ik dacht, ja, dat is wel echt. Dus die hebben hier gehangen. Dan deze lamp. Ik zal hem eens even uitklikken. Nu gaat het wel even donker en blauw worden, zoals je kunt zien. Maar deze lamp is super mooi, okergeel koord. En ik heb die hier zo rondgedraaid. En die heeft hier super handig iets om aan te doen.
En die is ook van Lollipop Rebels. Dan heb ik een hangplantje van de IKEA. Zit ook gewoon in een IKEA plantjeshouder. De kaders die je gaat zien zijn allemaal van Decenio. Die als ook deze drie, de posters en kaders, zijn Decenio. Dan heb ik hier schoentjes van Nike. Super coole panda sneakers. En ja, die wou we wel graag zo ergens tentoonstellen. Die zal je waarschijnlijk pas kunnen aandoen als die anderhalf of twee is. Maar we vinden ze super mooi. En dan, dit is het nachtlampje. Heeft ook een knopje om aan te doen zo. In de vorm van een katje. Ook weer zo'n roestbruin. En die is van de gele flamingo. De pot, of ja, het mandje waar de plant in zit, is van de Action. En dan hebben we weer deze plant. En een super mooie leeuw die we hier hebben opgehangen. Vind ik ook echt enorm mooi stuk om te hangen. En deze is van Deco Moda. Dan komen we aan het bedje zelf. Het mobieltje van het bedje is van Maison du Monde. Ik vond dat wel cute dat dat zo echt in de kleuren van het kamertje was. En zo toffe, ja, toffe tekeningetjes heeft. Dan het kussentje hier, het sterretjeskussen, is van de gele flamingo. De hoestovertrek van ons bedje is gele flamingo. Het nestje is gele flamingo. En dit is een pittenkussen voor als de baby krampjes heeft, is ook van de gele flamingo. En deze heb ik van de schoonouders gekregen. En ik denk dat die van Confetti's ook kwam in Maastricht. Dan heb ik hier nog een heel mooi dekentje hangen met beertjes. En dat is van Little Lou. Deze mand, ik ben nu niet zeker als ik heb gezegd van waar die is. Maar ik zal het nog eens zeggen. Ik denk dat deze van Lollipop Rebels is. Dan hier staan de vluchtkoffers. Koffertje voor de baby. Niels zijn tas. En mijn mombag. Je ziet hem zo niet goed, maar die is van Child Home. Ook echt een super mooie tas. Dan mag ik natuurlijk het super mooie behangpapier niet vergeten. Want anders gaan jullie dat vragen. Ik ben echt zo blij met het behangpapier. Het is zo subtiel, niet te vuil. Toch heel mooi en geeft zo dat extra aan de kamer. En dat is van walloa.com. Of gewoon wall, zoals muur in het Engels. En dan oa van walloa van Hawaii. En dan .com. Dan vind je het bij echt super, super, super leuke dingen. Oké, de kast. Op de kast heb ik eerst en vooral van achter nog een beetje spulletjes liggen. Maar dat ziet je niet. Want ik heb die slang daarvoor gelegd. Die slang is ooit van de IKEA. Maar toen was ik 7 of 8 jaar of zo. En mijn mama had die nog op zolder liggen. En ik zei, dat is kei tof met het jungle thema. Dus give it to me. Die was wel heel dun geworden. Zo vooral aan het hoofd. En mijn mama heeft die dan opgevuld en gewassen. Dan zullen we eens kijken in de kast. En ook hier weer, ik weet nog niet heel goed hoe ik alles ga verdelen. Ik ben er nog niet super goed uit. Maar voorlopig heb ik hier al zijn schoentjes staan. Super cute. Nike Air Force's. En Adidas's. En heeft ook al Puma's. Dat is echt zo cute. Ik kan niet wachten tot hem dat kan dragen, maar dat zal nog wel even zijn. Dan heb ik hier twee petjes, een beige petje en een petje van Mickey Mouse. Hier zijn al zijn kleertjes, allee, zijn hangende kleertjes. Er hangt van alles tussen, zoals dit pakje. Dat heb ik van mijn ouders gekregen. Heel mooi, ook weer in dat roestkleurtje. Past perfect. Dan hebben we nog een jeansjasje. Ook super schattig. En zo hangen er eigenlijk van alle dingetjes tussen. Dit vind ik ook een super mooi pakje. En ik heb dat allemaal op maat hangen. Maar ja, ik heb daar zo wel geen matenhoudertjes tussen gedaan. Dus ik ga gewoon een beetje moeten kijken. Ik weet bijvoorbeeld dat deze twee nog 50 zijn.
Dan is 56 tot en met hier, denk ik. Ja. Eens kijken, deze. Nou, deze ook nog. Dus vanaf hier of zo begint 62. En dan hier is nog iets groter. Dan heb ik hier zijn badjasje. Heb ik ook pas uitgewassen. Een, ja, hoe noemt dit? Een pakje om te gaan wandelen of zo. Zo'n beertjespakje. Dat is van Next Online. Jullie vroegen mij trouwens van waar de kleertjes zijn. De meeste zijn van de H&M. Dat jasje is Primark. Dit is van een winkeltje, een Diest. Mijn ouders hebben dat meegebracht. Ik weet de naam daar niet van. Dit hebben we gekregen van de moeken van Niels. Dus ik heb ook geen idee van waar. Deze twee zijn van First. My First. Ook heel schattig. Dit wil ik misschien aandoen bij nieuwjaar. Als het er dan is, hopelijk. Dus ja. Dan hebben we nog slaapzakjes. Deze is van La Redoute. Winterslaapzakje. Ook een winterslaapzakje van de Hema. En deze matcht perfect met het verzorgingskussen. Zoals jullie kunnen zien. Dus dat is wel cute. Dan, deze is wel een zomerslaapzakje. Maar dat is al maat 70. Die is gewoon van de Zeeman. En dan heb ik hier nog een winterslaapzakje van Blabloom, denk ik. Maar die is van Trixie & Co. of zo, denk ik. Nog wat extra kapstokjes. Hier heb ik zijn slaappakjes. Dus dat zijn pyjamaatjes een maatje 50. Pyjamaatjes een maatje... Nee, bodies en leggingsjes of broekjes in maatje 56. Pyjamaatjes in maatje 56. En hieronder heb ik alle accessoires voor zijn eetstoel, de triptrap. Dus die heb ik hier even gezet. En dan heb ik hier nog twee tassen staan. Oké, kast nummer 2. Hebben we ook weer een paar bakjes. Ja, niet superveel. Hier heb ik mijn LV borstpompen staan. Plus zo van die nursing pads. En nog van die staaltjes van die borstcompressen. Een super cute koffertje wat ik van mijn tante heb gekregen. En daar staat een babyfoon eigenlijk. Dus ja, die gaan we nu nog niet gebruiken. Maar die heb ik daar gezet voor als er maar is. Hier heb ik een mandje met mutsjes allemaal. Kleine mutsjes, ook weer van Little Lou. Van Nijntje, van My First en van de H&M, dikkere mutsje. Hier heb ik allemaal sokjes. Ik moet zeggen dat hem al veel sokjes heeft. Maar die zijn ook wel ook voor iets groter. Dus als hij wat groter is, kan hem daar ook nog van aandoen. Dan heb ik hier nog bodykes en pyjamaatjes van maatje 62. Heb ik even hier gezet, omdat we dat nog niet direct gaan nodig hebben. Hier heb ik een mandje met lakentjes, dekentjes erin. Nog een matrasbeschermer die ik er nog rond moet doen van Aerosleep. Die heb ik bij de Gele Flamingo besteld. En dit is een verschoningsmat die in de mom bag zit. Maar ik heb die er nu even uitgehaald. Dan hier van onder op het laatste schap heb ik een speelkleed van de Action. Een wekkertje wat zo white noise maakt. Ook met een beertje van Fisher-Price. Dat ga ik allemaal zetten als er maar is. Dat is voor aan de Maxi Cozy te hangen. Zo speeldingen. Dan nog een paar boeken. En ja, dat is het eigenlijk wat hierin zit. En dan nog in deze mand trouwens heb ik knuffels. Ik weet nog niet als ik die allemaal ga zetten. Deze vind ik bijvoorbeeld super cute. Die wil ik ergens zetten. Deze dino is ook heel tof. En dan heb ik zo rammelaartjes. En ja, knuffeldoekjes en zo. Het is allemaal uitgewassen. Heb ik hierin gedaan. Voor als ze extra knuffeltjes wil. Alrighty, that's it. Ik ben helemaal buiten adem. Van al die uitleg. Als er nog iets is wat ik niet heb vernoemd of zo, let me know. Ah, ik denk wel nog aan iets. De bakjes. Want dan vragen er altijd veel. Deze bakjes allemaal zijn allemaal van de Action. Al de bakjes die je hebt gezien.
Al die formaatjes, dat is allemaal van de Action. Maar dat was spijtig genoeg zomercollectie, dus die verkopen ze nu niet meer. Als je geluk hebt, ik heb vorige week er nog eentje gevonden, die daar zo random tussen stond. Maar voor de rest ja, zeggen ze dat je die momenteel niet meer vindt. En als ook deze bakjes, dit is ook Action. En die bakjes zijn ook van de Action. Dus voor al uw bakjes, ga naar Action. En als er dan nog iets is wat ik niet heb vernoemd, wat mij sterk zou verbazen, maar het kan, ik weet het niet, laat het mij dan zeker weten in de comments. En dan beantwoord ik daar zeker op voor jullie, zodat jullie weten van waar het is. Maar ja, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik ben heel benieuwd wat jullie van het babykamertje vinden. Laat het mij zeker weten beneden in de comments als jullie het mooi vinden. Of als jullie nog iets anders zouden doen of nog een leuk ideetje hebben of zo. Ik sta er altijd voor open en ik ben heel benieuwd. En dan ga ik voor nu deze video weer afsluiten. Hopelijk vonden jullie het leuk. Doe zeker een duimpje omhoog. Laat mij weten in de comments wat jullie ervan vonden. En dan zien we jullie snel weer. Doei!